morning. Het is vandaag zaterdag. Ik ben net wakker en ik lig echt al een uur in bed te niksen op mijn telefoon, een beetje YouTube films te kijken. Maar ik moet nu wel echt gaan opstaan, want mijn schoonmoeder die komt straks bij ons. Met haar ga ik naar de stad, dan ga ik voor een manicure en pedicure. Ja, het is een verrassing voor haar, dus dat weet zij niet. Dus ik denk dat ze dat wel heel erg lekker gaat vinden. Daarna ga ik met Dwayne en met mijn schoonmoeder naar Amstelveen. Dwayne die heeft daar een afspraak bij een winkel, ik weet niet precies waarvoor. Maar dat zien jullie allemaal later. En we willen haar ook gaan verrassen om lekker uit eten te gaan. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Eerst douchen, eten en mezelf klaarmaken. En dan ga ik nog heel even werken ook beneden. En dan richting de stad met mijn schoonmama. Dit wordt mijn ontbijt voor vandaag. Ik heb net, even kijken, de Super Granola in een bakje gedaan. Dit is de Extreme Cacao. En daar zit in haver, kokosnoot, amandelen en cacao. En daar gaat dan nog sojamelk bij. En het is gewoon de original. En deze is super lekker. En ook nog een banaantje. Dus dat ga ik nu opeten. Even een kleine mededeling. Ik heb weer een meet and greet gepland staan. Dit keer op vrijdag 25 november vanaf 6:30 in de avond. En dat is bij DA Mooi Parfumerie in Nijverdal. Dus mocht je toevallig in de buurt van Nijverdal wonen, kom gezellig langs. Want ik ben daar dus om met je op de foto te gaan. En er is ook een visagist aanwezig van Sleek Makeup. Dus dat wordt echt super leuk. Dus dan weet je dat. Kijk hoe schattig. Je wil altijd even een pootje doen tegen mij aan, hè? Uitrekken. Ik heb mezelf net klaargemaakt, want we gaan dus zo meteen naar de stad om even de nagels te laten doen. En eerst moeten we nog naar het grof vuil, even wat dingetjes weggooien. Maar ik draag mijn jas van New Yorker, die is van vorig jaar. Mijn nieuwe tasje van Yves Saint Laurent en daaronder heb ik een trui aan van volgens mij New Yorker ook. En mijn broek is van Diesel en mijn schoenen zijn van Weer Island. En mijn horloge is van Daniel Wellington. En daar is mijn schoonmama. Ziet er ook weer hip uit. 94 pet alles. Sexy hoor. Nou, wij gaan nu naar het grof vuil en dan naar de stad. Gaan we lekker de nageltjes laten doen dan. Moet echt hoog nodig gedaan worden. Kijk dan. Ik heb net onze nagels laten doen en een pedicure. Maar hoe lang zaten we daar nou? 2-3 uur? Nee, 2 uur. Wel echt dik 2 uur. Dus het is allemaal een beetje gehaast net, want Dwayne die moest om een bepaalde tijd richting Amstelveen. En nu is het 5:15. En de winkel waar Dwayne zo meteen moet zijn, die sluit om 5:30. Dus ja, hoop ik gaan we het redden. En daarna gaan we door naar Gauchos. Dan gaan we uit eten met z'n drieën. En later gaan we misschien ook nog uittocht Dwayne. Misschien, heel misschien. Met onze gehaastige stresshoofden. Mm. Nou ja, goed. We zien het straks wel. Als we in ieder geval nog tijd hebben om te rusten na het eten, dan zou het wel fijn zijn... nog even kunnen slapen bedoel ik, want dan hou je het wel vol een avond dansen. En anders dan blijven we gewoon lekker thuis, maar dat kunnen we straks nog beslissen. Nu eerst naar de winkel voor Dwayne en dan lekker eten. Dit is dus hoe mijn nagels er nu uitzien, gewoon zoals altijd. Ik heb weer een roze gel poeder erop zitten, Solar heet dat. En daaroverheen hebben ze dan een topcoat gedaan voor die glans en voor de rest nog een pedicure gedaan en dat was het. Kijk hoe gezellig Amstelveen eruit ziet. Al die bomen zijn helemaal versierd met lichtjes. Super sfeervol is die straat dan ineens. Me like you. En dan ook die wolkjes erachter. Zo so cute. We zijn nu weer bij Next Issue. En Dwayne heeft weer pet uitgekozen. Hij staat daarachter ergens. Ria en ik wachten even. En dan gaan we zo weer door naar Gauchos. Waar ik echt super veel trek in heb. Wij zitten maar te wachten hier. We zijn net klaar bij de winkel waar Dwayne iets ging uitkiezen. En nu gaan we even naar de Zara, Marie en ik. En ik ervan. Ook echt die kleine stapjes. Kijk hoe klein mijn schoonmoeder is naast mij. Ik moet gewoon... Ik kan het nooit hakken bij u dragen, want dan is het zeg maar dit. Traanogen, kijk. Het is niet normaal. Wacht, we moeten even de droog maken. Oh, heel erg. Ja, we gaan naar binnen. Oké. Het is hier ook weer zo gezellig met al die lampjes. We zijn echt de laatste klant hier. Oh oh. We zijn er bij de Gauchos in Amsterdam. Gaan we lekker eten.
Een biefstukje. Iedereen heeft honger. Let's go. Lekker. Het eten is er. Ik heb natuurlijk weer gekozen voor ossehaas. En dit keer 300 gram. Vorige keer had ik veel minder. Toen had ik 224 gram. En jij zei ja, 300 gram. Dit is echt veel. Kijk mijn hand ernaast. Maar goed, daarbij heb ik asperges. En Ria heeft lekker mais en groenten. En ook ossehaas. En Dwayne heeft een ribeye. Monsterlijk groot. Dat is echt niet normaal. Je hoofd is net zo groot als een stuk vlees. Eet smakelijk. Ik heb gekozen voor ijs met karamelsaus, aardbeien en Dwayne heeft weer iets met chocola. We staan nu in de supermarkt. We moeten even wat dingetjes halen. Maar Ria die heeft een kar. Het zat net vast hier tussen. Ga maar hoor. Ik weet niet wat hij zei, maar maakt niet uit. Wat hebben we nog meer nodig? Huh? Wat zei die man? Hij zei iets. Oh. Hebben ze hier ook fucking worst? Dat is echt super lekker. Ze hebben hier geen fucking worst. Welk sapje wil je? Munt. Munt, pure mango, ja? Twee? Is alleen van mij. Meisje, ik weet het al. De liefde die je geeft, krijgt niet elke man. Ik voel me speciaal, want... Wij zijn net weer thuis, terug van Amsterdam. En we zouden eigenlijk uitgaan. Maar wat zit jij nou te doen? Tjonge, ben je irritant zeg soms. My goodness. Ja, jij kan er ook wat voor. Wauw. Maar wat ik wilde zeggen, we zouden eigenlijk uitgaan, maar we zijn allebei echt super moe. Dus we gaan niet. Ik ga zo meteen mijn pyjama aantrekken, make-up eraf halen, douchen. Andersom, in de andere volgorde. Ik kom niet eens meer uit mijn woorden, zo moe ben ik. Kenzo die wil allemaal niet naar buiten, dus die zit de hele tijd te krabben daar op de deur. Maar hij is al, denk ik, 3 keer in en uit geweest. Het is geen open huis hier, dus... Oké, goed. Ik ga naar boven. Ik heb net lekker gedoucht en mijn pyjama aangetrokken. Twin ligt al op bed voor Pampus, dus wij gaan nu lekker slapen. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze vlog. Thumbs up if you liked it. En vergeet je niet te abonneren. En dan zien jullie mij morgen weer terug in een nieuwe video. Doei doei!